Merkenmanagement. Het idee is dat je een product op de markt brengt en daarbij verzin je een merknaam en die ga je deponeren. En je krijgt het hele aspect eromheen van hoe verzin je een naam, waar hou je rekening mee, hoe ga je marketingactiviteiten indelen. En dat is nu de eerste minor. De tweede minor, er komt echt het communicatieplan. Wij lopen dit in stappen door, dus het begint rustig aan en dan werken we dat langzaam door. We zijn dus begonnen met een merk verzinnen. In een groep om die op de markt te zetten. Dat is dan de brand audit. En daarnaast hebben we dat merk ook moeten deponeren bij het BBIE-register. En dan krijgen wij dus alles te maken. En dan in de tweede minor, zeg maar, het vervolg, leren wij alles hoe we dat kunnen bewaken. En kunnen zorgen dat niet iemand anders de reputatie van ons merk schaadt of met onze eer vandoor gaat. Het bouwen van merken in onze dynamische wereld wordt met de dag belangrijker, omdat mensen steeds meer gaan teruggrijpen naar grote merken om stabiliteit te creëren in de onrust die het dagelijks leven met zich meebrengt. Maar het rechtsgesprek, ja, dat is echt nieuw en dat maakt het wel heel leuk. En dan in de relatie met de praktijk is dat gewoon ontzettend handig en nuttig. Ik denk marketeers van tegenwoordig een goed fundament om een merk op te bouwen en begrip van wat daarbij komt kijken is essentieel om te slagen in het bedrijfsleven. Wat ik zo zeggen echt leerzaam vond van de minor is toch wel ook het rechtsgedeelte. Je bent als marketeer, dus ik studeer commerciële economie. Er zit een heel groot deel marketing in. En als marketeer bezig ben gewend, ik ben heel snel geneigd om mij aan het creatieve denken. Wat willen consumenten, hoe ga ik dat brengen? Maar je denkt haast niet aan het rechtelijke aspect, juridische aspect. Ja, hoe ga ik dit beschermen en wat zijn mijn rechten binnen de wet? Ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk dat, dat de nieuwe generatie commerciële economie studenten ook online mee krijgen. De wereld verandert heel erg snel en ik denk ook de functies, zoals de traditionele marketing manager van vroeger, dat zal anders worden omdat online een steeds belangrijke rol gaat spelen. Je krijgt enorm waardevolle tools hier, maar uiteindelijk gaat het erom wat jij er zelf mee doet. Hoe ver het je brengt in het bedrijfsleven of bij je eigen bedrijf.